Dan heeft de politie in Utrecht uw hulp nodig. Ze zoeken een man die 2 goudstaven heeft gestolen. Ging een heel traject aan vooraf. Een Duits echtpaar heeft hun boot online te koop gezet. Er hangt best een prijskaartje aan. Meer dan 2 ton. Dus ze zijn blij als zich een koper meldt. Een man met een typisch Nederlandse naam. Hallo, met Jan Jansen. De beller wil de boot wel kopen, maar alleen als het echtpaar ook goud voor hem kan regelen. Mijn vrouw en ik verkopen geen goud. We hebben ook nog nooit goud verkocht, maar we wilden de boot graag verkopen, dus we besloten akkoord te gaan met zijn vraag. Ja, na meerdere ontmoetingen kopen ze uiteindelijk dus 2 goudstaven en een aantal puur gouden Krugerrands, munten, ter waarde van 30.000 euro. In Utrecht, bij een restaurant aan het Janskerkhof, zal Jan Jansen zich melden. Met cashgeld voor de boot en voor het goud. En nog wat extra geld als bonus voor de service van het goud leveren. Dit is het echtpaar. In de handtas van mevrouw zit het goud. Ze kunnen de koper in eerste instantie niet vinden, maar die komt hier die woensdag 11 oktober naar ze toe en neemt ze mee naar de plek waar die op ze wachten. Het is een vriendelijke begroeting. Ontspannen. Het echtpaar heeft geen idee dat er iets los is. Wat er dan gebeurt is niet te zien op bewakingsbeeld, maar ze gaan met z'n allen hier aan een tafeltje zitten. De koper legt dan een goed verpakt pakketje met geld op tafel en zegt dat hij het goud wil zien. De verkopende partij haalt het goud dan uit de tas. Op een gegeven moment zegt de koper dan dat hij het goud wil checken door middel van een chemische vloeistof. Om dat zogenaamd discreet te doen, neemt hij het goud mee naar het toilet. Hij overrompelt de verkopers ermee. En ze kunnen niet voorkomen dat de man in zijn eentje met dat goud richting de toiletten verdwijnt. En niet meer terugkomt. Hij weet via dit gangetje tussen het restaurant en het naastgelegen hotel naar buiten te lopen en te ontkomen. Ja, het pakketje geld dat het echtpaar kreeg, daar bleken alleen de buitenste biljetten echt van te zijn. De rest was nep, vandaar die strop van 30.000 euro. Ja, en dit is mogelijk een volleerd oplichter. Hij heeft al zijn sporen van bijvoorbeeld telefoonnummers waarmee hij belde meteen gewist. En kijk ook naar wat hij hier doet. Het lijkt alsof hij zijn mouw naar beneden trekt. Mogelijk om geen vingerafdrukken achter te laten. De Duits en Nederlands sprekende man leek een jaar of 50. Had destijds, oktober vorig jaar, in Utrecht, een zwart met grijze baard en hij zag er verzorgd uit. De politie wil heel graag zijn echte naam horen of andere informatie die kan helpen om hem te traceren. Wie is deze oplichter die mogelijk baar goud heeft aangeboden? En bent u ook slachtoffer van hem geworden? Laat het alsjeblieft weten. Al uw informatie kan helpen. Dit zijn de nummers om informatie door te geven.